De rol van de kinderombudsman kan alleen worden toebedeeld aan iemand met de Surinaamse nationaliteit. Wat betekent dat de persoon hier geboren moet zijn of ingeschreven moet staan in het bevolkingsregister. Dit zei minister Kenneth Amoxi van Justitie en Politie gisteren tijdens de behandeling van de wet kinderombudsman in de Nationale Assemblée. Hij gaf aan dat ook een buitenlander deze functie kan bekleden, mits die het naturalisatieproces ondergaat. De minister ging verder in op de andere voorwaarden van de functie. Voorzitter, met betrekking tot de opmerking over de vereisten van de afgeronde academische opleiding in juridische wetenschappen, tussen haakjes mastergraad, kan ik u aangeven dat dit noodzakelijk is vanwege de aard van de taken en bevoegdheden van de kinderombudspersoon. De kinderombudspersoon moet zijn adviezen uitbrengen mede op basis van een brede en diepgaande kennis van het recht. Voorzitter, met betrekking tot de opmerking inzake artikel 6 onder A kan ik u aangeven dat voor de ondergrens van de leeftijd van de kinderombudspersoon gekozen is voor 40 jaar, omdat gewenst is dat betrokkenen een zekere rijpheid, uitgebreide studie achter de rug heeft en een zekere levenservaring heeft opgebouwd in de Surinaamse samenleving. De minister laat weten dat in de sollicitatie voor de functie van kinderombudspersoon de leeftijdsgrens ook bekendgemaakt zal worden. Ook is er een bovengrens voor de leeftijd bepaald voor deze functie. Voorzitter, de leeftijd van 70 jaar als bovengrens wordt gepast geacht vanwege de rijpheid en ervaring van deskundigen die zich nog willen inzetten voor dit werk. Voorzitter, met betrekking tot de vraag over artikel 8 betreffende nevenfuncties kan ik u aangeven dat de nevenfuncties van de kandidaten in de sollicitatieprocedure zichtbaar gemaakt zullen worden. De bekendmaking over de nevenfuncties zal vooraf plaatsvinden. Nevenfuncties zijn slechts toegestaan wanneer de nevenfuncties niet onverenigbaar zijn met de functie van de kinderombudspersoon. Indien er sprake is van belangenverstrengeling, doet de betreffende kandidaat afstand hiervan voorafgaand aan de benoeming in de functie van kinderombudspersoon. De kinderombudspersoon zal onafhankelijk en onpartijdig de belangen van het kind moeten behartigen.